Ik ben Dieter Wouters, burgemeester van Wustwezel en lijsttrekker voor CD&V. En in Wustwezel gaat over open ruimte, het behoud ervan en het medegebruik. Dit is mijn favoriet vlekje in Wustwezel, omdat ik echt zot ben van open ruimte. Vergelijk het met naar de zee gaan. Als je op een strand komt dat leeg en verlaten is, dan kan je diep in- en uitademen en tot rust komen. Wel, die dingen hebben wij gewoon in Wustwezel ook. En daar moeten we trots op zijn. Deze sporthal, gloednieuw, is ingeplant op de rand van de open ruimte. En we hebben het principe toegepast, als je dan toch iets zet naast of in die open ruimte, ja, laat het dan goed zijn, laat het dan kwaliteit hebben of prachtige architectuur, zoals dit. We staan hier in de poort naar het platteland. Een plek waar heel veel fiets- en wandelpaden starten, vlakbij het centrum van Wustwezel. We hebben samen met de Vlaamse overheid, de provincie en andere partners heel veel bossen en heel veel weilanden gekocht. Alles tussen Gorent en Wustwezel. 1. Om de open ruimte te kunnen behouden. En 2. Om in de toekomst een fiets- en wandelpad aan te leggen, zodat onze mensen die open ruimte prachtig kunnen beleven.